Stel dat iemand mij uh, vraagt om naar een alternatief voor Google Maps te zoeken, maar die persoon weet niet meer precies welk programma het is. Alleen dat er mogelijkheid was tot uh, het bekijken van foto's in vogelperspectief. Dan moet ik met die gegevens aan de slag. En mijn belangrijkste trefwoorden zijn uh, alternatief. Google Maps, hein, voor moet daar niet bij, Google Maps. Um, en dan vogelperspectief. Ik ga daarmee aan de slag. Ik kijk en ik kom heel snel uit bij um, Bing. Bing is een, uh, de zoekmachine van Microsoft en heeft een vrij populaire kaartenapp. Als je naar bing.com slash maps dan krijg je een kaart te zien, een beetje gelijkaardig zoals dat je gewend bent van. Stel dat iemand mij uh, vraagt om naar een alternatief voor Google Maps te zoeken. Maar die persoon weet niet meer precies welk programma het is. Alleen dat er mogelijkheid was tot uh, het bekijken van foto's in vogelperspectief. Dan moet ik met die gegevens aan de slag. En mijn belangrijkste trefwoorden zijn uh, alternatief, Google Maps, hein, voor moet daar niet bij, Google Maps. Um, en dan vogelperspectief. Dus ik ga daarmee aan de slag. Ik kijk. En ik kom heel snel uit bij um, Bing. Bing is een, uh, de zoekmachine van Microsoft. En heeft een vrij populaire kaarten app. Als je naar bing.com slash maps. Dan krijg je een kaart te zien. Een beetje gelijkaardig. Zoals dat je gewend bent van Google Maps. Maar... Het, uh, het grote verschil is dat je in Bing je foto's in volgend perspectief. Daarvoor moet je naar een, iets of wat inzoomen en dat kan je in volgend perspectief bekijken. Het is maar een van de features die anders is dan bij Google Maps, maar het toont gewoon aan dat er meer is dan uh, wat Google u toont. Natuurlijk, als je in Google zelf altijd gaat zoeken, dan word je altijd doorverwezen naar Google Maps, he, waardoor je binnen die. Um, familie blijft. En hetzelfde geldt als je in Bing zoekt, dan ga je snel naar Bing Maps worden ges gestuurd. Stu zoek je in Yahoo, dan ga je naar Yahoo Maps gestuurd worden. Um, Apple werkt ook met zijn eigen kaarten. En dus al die bedrijven proberen eigenlijk die markt zo'n beetje te monopoliseren. Um, maar laat je niet altijd door hen leiden. Probeer ook een keer zelf in verschillende um, kaarten-apps te gaan zoeken. Google Maps. Maar het grote verschil is dat je in Bing je foto's in volgend perspectief. Daarvoor moet je naar een... iets of wat inzoomen en dan kan je in volgend perspectief bekijken. Het is maar een van de features die anders is dan bij Google Maps, maar het toont gewoon aan dat er meer is dan um, wat Google u toont. Natuurlijk, als je in Google zelf altijd gaat zoeken, dan word je altijd doorverwezen naar Google Maps, he? waardoor dat je binnen die um, Familie blijft. En hetzelfde geldt als je een Bing zoekt, dan ga je snel naar Bing-maps worden gestuurd. Zoek je in Yahoo, dan ga je naar Yahoo-maps gestuurd worden. Um, Apple werkt ook met zijn eigen kaarten. En dus al die bedrijven proberen eigenlijk die markt zo'n beetje te monopoliseren. Um, maar laat je niet altijd door hen leiden. Probeer ook een keer zelf in verschillende um, kaarten-apps te gaan zoeken.